Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Is er weinig bewolking boven Nederland aanwezig. In het westen van ons land misschien wat sluierwolken, die zien we vooral op de Noordzee. Komen ook nog wel wat laaghangende wolken voor en mogelijk wat nevel of mist in de vroege ochtend. Dat gaat verdwijnen en dan heeft de zon veel ruimte. Temperatuur vanochtend rond een graad of 5 na een koude start. Vanmiddag wordt het 11 tot 12 graden in het zuiden en in het noorden een graad of 10. Staat weinig wind, meest uit een zuidelijke richting zeker in de loop van de dag. Vanavond ook rustig weer met opklaringen en hier en daar wat wolken. De temperatuur gaat dalen naar een graad of 7. In de nacht zien we de wolken in het noorden wat dikker worden. In het zuiden blijft het vrij helder en kan het kwik nog dalen tot dicht bij het vriespunt. Morgen dan in het noorden in de loop van de dag wat dikkere sluierwolken. Mogelijk zelfs een spatje motregen aan het eind van de dag, maar verder is het droog met zon in het midden en zuiden. Voor 10 tot 13 graden. Ook zonder is dat de temperatuur. Kans op neerslag is heel klein. Maar er kan hier en daar een druppeltje vallen. En ook na het weekend zie je over het algemeen gewoon droog weer. Met zonnige momenten. En die zon krijgt een groter aandeel in het weerbeeld. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl